Hoi allemaal en super dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Sophie en laten we snel beginnen. Vandaag heb ik echt iets heel erg leuks en best wel iets spannends voor mij doen, want het is een samenwerking met een bedrijf. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ik heb namelijk een samenwerking met de Purpose Planner. Nou ja, de bedenker ervan. Ik kan me voorstellen dat je denkt, een Purpose Planner, I don't know. Door het coronavirus zitten we nu allemaal een beetje vast thuis. En ik zeg niet dat dat slecht is, want serieus, blijf thuis. Dat is zoveel beter voor ons allemaal. Maar hierdoor zijn er veel mensen die doelen voor zichzelf gaan stellen. En het fijne is als er iets is waardoor jij je doelen daadwerkelijk behaalt. Nou heb ik dus contact gezocht met de owner van de Purpose Planner of hij een samenwerking met mij aan wilde gaan. En dat wilde hij heel erg graag. Dus hierbij een unboxing van de Purpose Planner. De Purpose Planner is niet alleen een planner of slash agenda, maar ook echt een life coach. Door alle quotes die erin staan en ja, nog veel meer dingen, maar dat zien jullie zo meteen wel in de planner zelf. Ik heb hier het pakketje liggen en ik dacht het is heel erg leuk om dit samen met jullie te unboxen. Dus laten we dat doen. Oké. Het is heel erg simpel met zo'n soort ritsje. Dat vind ik altijd heel erg fijn. Hier zit hij in, jongens. Laten we kijken hoe die eruit ziet. Dit is hoe de planner eruit ziet. Ik heb zelf gekozen voor een roze kleur. Hij is er ook in het grijs, maar roze past gewoon heel erg goed bij mij. Op de voorkant staat ook een heleboel als je nou plastic op. Dus ik zal het zo meteen eventjes beter laten zien, waardoor jullie beter kunnen lezen. Dus laten we eventjes het plastic eraf halen. Is wel heel erg goed beschermd op deze manier. Dus dat is heel erg fijn, aangezien het best wel een groot ding is. Van stof geloof ik is de buitenkant. Ja, het is een heel erg fijn materiaal. Zo ziet hij er dus in het echt uit. Nou ja, als je hem vergelijkt met mijn hoofd. Hij is redelijk groot, maar ik hou ook zelf best wel van een groot overzicht. Zodat je gewoon goed kunt zien wat je moet doen en wanneer. Dit staat dus op de voorkant van de planner, op het kartonnetje wat er omheen zit. Dit is een beetje, ik heb een beetje het idee dat dit een soort van de quote van Purpose Planner is. Ook staat erop dat het de nummer 1 bol.com best verkochte agenda 2018 en 19 is. Dus dat is ook al heel erg speciaal. Ik haal even het kartonnetje eraf, want ik vind dat zelf niet echt heel erg prettig werken. Laten we even de planner bekijken van dichtbij. Op de eerste paar pagina's heb je een jaaroverzicht staan, de vakanties, feestdagen en dat soort dingen. En dan heb je ook pagina's met dingetjes waardoor jij je doelen echt zal gaan behalen. Dus bijvoorbeeld mooie teksten. En natuurlijk staat er ook een hele gebruiksaanwijzing in. Hoe je de planner nou echt goed kunt gebruiken. Hoe jij er alles uit kunt halen. Want dat is heel erg belangrijk bij een planner. Want ik heb bijvoorbeeld heel erg vaak dat ik mijn planner wel goed volmaak. En ik stel heel veel doelen voor mezelf. En van alles. Maar ik kan me er heel slecht aan houden. Dus ik hoop ook echt dat deze planner mij verder gaat helpen. Wat ik dus zo leuk vind aan deze planner is dat er heel erg veel quotes in staan. Wat echt te maken heeft met het leven. En hierdoor sta je gewoon een stukje positiever in het leven. Na de hele uitleg van de planner komt dus daadwerkelijk het plangedeelte. Dus een stukje agenda, afspraken, doelen, dat soort dingetjes. En wat ik ook heel erg leuk vind is dat er ook een stukje creatieve ruimte in zit. Dus waar jij op dat moment eventjes je creativiteit in kwijt wil. Dat kan ook op het stukje in jouw week, maand planner. Ook heb je na je week slash maand een stukje staan waarbij je vragen kunt beantwoorden. Wat in dit geval Glenn dus aan jou vraagt, als in de planner, de bedenker van de planner. En dan kun je antwoord geven op deze vragen. En als je dat dan doet, kun je terugkijken van hoe was bijvoorbeeld mijn afgelopen maand. En heb ik mijn doelen gehaald die ik wilde halen en is het mij gelukt op deze manier. Voor de rest heb je dus gewoon heel veel pagina's van de hele agenda vol die je dus zelf helemaal kunt inrichten zoals jij dat wil. Met kleurtjes, zonder kleurtjes, moet je helemaal zelf weten. Ik vind het vaak wel fijn om het overzichtelijk te houden en daadwerkelijk kleurtjes te gebruiken. Waarbij je kan zien van oké, geel is dit, roze is dat. Ook heb je bijvoorbeeld een bucket list. En dat is super leuk om nog wat doelen op te schrijven die jij in je leven nog een keer heel graag wil behalen. En ook een purpose map, een purpose matrix, creatieve ruimte, canvas. Je kunt echt van alles hier in deze planner kwijt. En dat vind ik ook heel erg goed aan deze planner. Dat er dus niet alleen maar gedacht is aan wat wil ik deze week doen of wat wil ik deze maand doen. Maar over je hele leven. Wat wil ik sowieso in mijn leven nog een keer gedaan hebben. Verder het design vind ik echt prachtig.
prachtig. Ik heb echt, denk ik, nog nooit zo'n mooie planner gezien. Ik vind de buitenkant zo'n fijn materiaal hebben. Ik vind de rug ontzettend mooi. Dat zullen jullie in het andere shot wel beter zien. En het kleurtje is echt fantastisch mooi. Ik zei ook al, hij is ook in het grijs. Maar ik vond de roze gewoon heel erg mooi. Het formaat is echt heel erg fijn. Het is wel een dik boekje, maar hij gaat toch wel mee makkelijk in je tas. En eigenlijk kun je hem gewoon net zo goed de hele tijd op je bureau laten liggen. Maar wel open bijvoorbeeld, dat vind ik altijd fijn. Leg je planner open, dan zie je gewoon het overzicht van deze week. Wat moet je doen? Waar moet je bijvoorbeeld nog heen? Wat moet je nog behalen? En zo werkt een planner denk ik wel gewoon het best. Maar vooral omdat er ook heel veel quotes in staan en hulpmiddelen, waardoor het jou makkelijker gaat lukken om je doelen te behalen. In het midden van de planner zit ook een prachtige foto. Dat zul je wel meer zien in de planner, dat er gewoon hele creatieve stukken in zitten. Op purpose.com kun je nu de grijze en de mooie roze bestellen. De roze is €39,97 en de grijze is op het moment €34,99 op de site. Meer informatie over deze planner kun je zeker ook vinden op de site. Ik wil jullie zelf graag ook heel erg op de hoogte houden van hoe ik te werk ga met deze planner. Ik wil heel graag een video gaan maken over hoe ik bijvoorbeeld mijn weekplanner ga maken. Dus als jullie dat leuk lijkt, laat het heel eventjes weten hieronder in de comments. En nog een heel overzicht van deze planner ga ik posten op mijn Instagram en mijn Instagram story. Dus mijn Instagram staat hier ergens in beeld. En ga dat zeker volgen, want dan kun je een wat mooier overzicht zien van deze planner. Goed, dat was weer een klein beetje deze video. Ik hoop dat jullie deze planner net zo leuk vinden als ik. En ook heel erg spannend vinden, want ik ben heel erg benieuwd of deze planner me daadwerkelijk wat positiever en succesvoller in het leven zal staan, zal laten staan. En vond je deze video leuk? Doe dan zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en laat even een reactie hieronder over wat jij nou van plannen vindt. Helpt het jou nou of helpt het jou totaal niet? Dan hoop ik jullie dus snel op mijn Instagram te zien. Of natuurlijk bij de volgende video over deze planner. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!